Trip heeft de avond voor de dood van zijn broer Franciscus, of Focco voor de familie, nog contact via de WhatsApp. Hij vraagt Bert om hem te helpen ontsnappen uit de kliniek. Bert weigert. Want ik heb tegen hem gezegd, joh, je moet hoogstens nog een jaar. En dan ga je genieten van je vrijheid. Hij zegt, Bert, mijn gezondheid. Hij zegt, en ik voel me eigenlijk hier niet veilig. Dus. Wat gaan we spelen, weet ik niet. Maar als je zo ver bent, dat je dus. Dan is het meerloos. En dan vraag ik mij af, hulpverleners, waarom heb je dat niet opgepikt? Hoe kan het dat in een zorginstelling met TBS'ers zo makkelijk een vuurwapen naar binnen is gesmokkeld? Met als gevolg 2 doden. En het had veel erger kunnen aflopen. Want nou hebben ze elkaar van het leven beroofd, of hoe het gebeurd is. Ja? Maar voor dezelfde geld hadden ze net in Amerika in de rondte gaan schieten, had er veel erger dingen kunnen gebeuren. Veel vragen blijven onbeantwoord voor de familie, die nu niet meer kan doen dan het verlies verwerken. Kijk, we krijgen Focco niet meer terug. Daar gaat het niet om, man. Ze mogen niet aan onderuit komen. Nee. Niet van, we hebben ervan geleerd en we moeten ervan leren en dat soort dingen. Nee, nee nu man. Moet daadwerkelijk wat gebeuren. Bert Trip is van plan om juridische stappen te ondernemen tegen de zorginstelling in Eindhoven. Want hij is er zeker van, als hij was gecontroleerd op vuurwapens, dan was zijn broer nog in leven geweest. Het is gewoon het falen van het beleid, echt waar. Dat ze geen signalen hebben opgepikt. En denk, nou, ik weet niet wat voor soort mensen er werken, maar het is belachelijk.